Hallo allemaal, nou hier is professor Explosie dan weer. En vandaag heb ik weer iets bijzonders voor jullie meegenomen. En vandaag gaan we kijken naar geheimschrift. Ja, geheimschrift is natuurlijk heel spannend. Hè? Dat wordt natuurlijk zo af en toe door mensen gebruikt die willen dat iets niet gelezen kan worden, hè? Maar wel weer door iemand anders natuurlijk. Nou, hoe zou je geheimschrift kunnen maken? Nou, daar heb ik een speciaal trucje voor. Je hebt een aantal dingen die je in de winkel kan kopen. Je hebt hier baking soda, dat koop je gewoon in de winkel. En als je dat mengt met een beetje water, dan krijg je een leuk mengseltje hier. En daarmee kunnen we straks letters schrijven op het papier. Dat zijn onzichtbare letters. En als we dat geschreven hebben en je zou willen dat dat zichtbaar gemaakt wordt, dan hebben we druivensap. En die druivensap die doen we er dan overheen. En dan kan je het zichtbaar laten maken. Nou, dat is het allemaal leuk natuurlijk. Nou, ik zal eens iets leuks voor jullie schrijven. Nou, wat zouden we kunnen schrijven vandaag? Even kijken hoor. CLC Kids. Nou, dan gaan we er eerst gaan. De C. L. En de C. Kijk, je ziet het gewoon niet. Dat is het bijzondere. En dan de K. En de I. Mooie stip erop. Zo. En een D. Even kijken. Als laatste letter een P. Doe maar een S. Kids. Ja, leuk. Zo. Zo. Nou, ik zal het even laten zien aan jullie. Kijk, het is eigenlijk gewoon... Ja, je ziet daar niks van. Het is gewoon... Als je dat op laat drogen, is het gewoon helemaal weg. Helemaal weg. Nou, moet het eigenlijk eventjes flink drogen. Flink drogen, flink drogen, flink drogen. Nou, dan hoop ik dat het gewoon nu wel al werkt. Dan pakken we een spons en die doen we in de druivensap. En dan gaan we kijken of we de letters ook zichtbaar kunnen maken. Als we dan nu kijken, dan kunnen we een tekst kunnen we zien. En als het droog was geweest, dan had je het zelfs nog veel beter gezien. Maar het is al te lezen, CLC Kids. En... Nou, dat was wat ik jullie graag wilde laten zien. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je dit kan doen. Je kan het ook met citroensap doen. Maar ja, dan moet je weer met de ovens en zo in de weer. Nou, daar wil ik jullie niet aan. Dit is eigenlijk de veiligste manier. Dus ik zou zeggen, ga er lekker mee rommelen thuis. Probeer het eens uit. En ik ben benieuwd naar jullie reacties.